Goedenavond, dit is PNM Actueel met vandaag. Heldens gezin komt om bij vliegtuigramp Oekraïne. MBO-uitblinker maakt kunstwerk voor Park Panningen. En warme slotdag voor fietsvierdaagse De Peel. Onbegrijpelijk, onwerkelijk. Er zijn geen woorden voor. Gevoelens die overheersen enkele dagen na de vliegtuigcrash in Oekraïne, waarbij een gezin uit Helden om het leven kwam. Dave Helly, Kim Helly Verhaag en hun 4-jarige dochter Megan zaten in het vliegtuig van Malaysian Airlines dat onderweg was naar Kuala Lumpur. Het gezin was op weg naar Bali om vakantie te vieren. Mensen die hier dichtbij wonen, ik ken die families, dus die, ja, dat maakt het nog indringender dan dat het al was, ja. Het is natuurlijk logisch dat de mensen die dit gezin kennen, ja, die kunnen dat ook niet bevatten. En je hoort overal dat mensen het erover hebben. Dus het leeft ontzettend. Mensen leven ook ontzettend mee. En het heeft gewoon, met name de kleine gemeenschappen, heeft het ontzettend veel impact. Volleybalvereniging Peelpush rouwt om het verlies van Dave, Kim en Megan Helly. Al 20 jaar was Dave competitief volleyballer lid van Peelpush. En hij heeft ook actief bijgedragen aan de sponsoractiviteiten van de club. Het begon donderdag einde van de middag al, toen we op het bericht op de radio gehoord hebben. Oké, dat hoor je dan. Triest, vervelend. Maar dan tegen 10:00, 10:30 s'avonds, dan komen de eerste appjes binnen van mensen die op vakantie zijn. Van, Wil, ik heb gehoord dat Dave Helly en zijn gezin in het toestel zaten. Wat gaan we ermee doen? En is dat waar? En ongeloof en grote verslagenheid. En dan begint het circus. En dan dat zie je de impact van social media vandaag de dag. Hoe snel dat het allemaal gaat. En dan komt de volgende. Ja, en Jeroen en Nicole Wals uit Neerkant met hun kinderen zaten ook in het toestel. Wat gaan we eraan doen? En grote verslagenheid, groot ongeloof. En wat moeten we ermee? Je kunt er niks mee. Ook Atletiek Helden reageert geschokt. Nou, als u al zo vaak gehoord hebt, denk ik dat het heel geschokt gereageerd is binnen de atletiekclub. Sinds dat vorige week vrijdag bekend is geworden dat een dochter van ons lid, Thijs Verhaag, getroffen is door het noodlottig ongeval met het vliegtuig. Is er heel geschokt gereageerd. Bizar als je ook de beelden ziet op tv en de laatste stand van zaken. En ja, zo ontzettend veel mensen die omgekomen zijn. Ja, dat kunnen we niet bevatten. En dan leef je ook mee met iedereen die familie heeft, vrienden of bekenden die omgekomen zijn bij dit bizarre. Ja, wat is het? Laten we maar een ramp noemen. Dus ja, echt ongeloof en we staan machteloos. Jeroen en Nicole Wals uit Neerkant en hun 4 kinderen zijn ook slachtoffer van de ramp. Jeroen en Nicole waren vele jaren geleden actief in volleybalcompetities bij Peelpush. Begin 90 jaren hebben Jeroen en Nicole Wals ook bij Peelpush gespeeld. Jeroen in hetzelfde team als Dave Helly zelfs. En dan merk je inderdaad, Peelpush is een club die al 45 jaar bestaat. Er zijn zoveel mensen al zo lang lid van die club. Veel mensen die met hun gespeeld hebben. En die emoties komen nu ook toch allemaal aan die herinneringen om terug naar boven. Mm-hmm. Ja. Op 30 augustus herdenkt de volleybalclub de omgekomen gezinnen. Atletiek Helden zal ook een herdenking organiseren. Wanneer deze plaatsvindt is nog niet bekend. Eerst respect voor de familie. Zij zitten zelf in een heel grote misère om alles op een rijtje te krijgen. En als dat een goed en wel achter de rug is en ik hoop dat het heel snel is, dat ze heel snel werkelijkheid hebben en de slachtoffers hier ook in Helden kunnen krijgen, dat we daarna iets met Atletiek Helden gaan doen wat past binnen de verwerking van de familie. Alle 298 passagiers en bemanningsleden hebben de ramp niet overleefd. Er waren 193 Nederlanders aan boord van het vliegtuig. In Pillemaas is het ongeluk het gesprek van de dag. Inwoners reageren verbijsterd. Ja, verschrikkelijk, hè? Oh, niet aan denken. Nou, ik ben er net langs gekomen, langs dat huis van die 6 mensen uit Neerkant. Die zaten er ook in. En er lagen al verschillende bloemstukjes voor de deur. Ja, dat is niet te bevatten. Nee. Zo. Ja, er wordt, ik kan bijna zeggen, over weinig anders gesproken. Misschien is dat overdreven. Maar in de beleving van de mensen is het
ja, heel intens. Vanzelfsprekend, hè? Die mensen horen bij ons. Dus op een of andere manier hoor je bij dat verdriet. Tijdens de hoogmis in de Lambertuskerk in Helden werden afgelopen zondag 3 kaarsjes aangestoken om de Helderse slachtoffers te herdenken. Aan het begin heb ik wat over gezegd. Heb ik eigenlijk gewoon geprobeerd iets van het verdriet en de machteloosheid, ook een beetje de kwaadheid van de gewone mensen te verwoorden. Want troost kun je toch eigenlijk nou helemaal niet geven. Maar om het te bundelen. En ik heb de grote paaskaars aangestoken, eigenlijk voor alle slachtoffers. En hier op het altaar 3 kleine lichtjes voor de Helderse slachtoffers. Ik heb hun naam genoemd en een mooie passende muziek gedraaid. En toen zijn we gewoon gaan zitten en het heeft maar even binnen laten komen. En het was heel stil in de kerk. En ik kreeg toch wel de indruk dat het ons allemaal goed deed. En de afloop heb ik met wat mensen gesproken. En ik kreeg de indruk dat mensen blij mee waren. Dat we er samen iets aan hebben kunnen doen. En de een doet dat vanuit een zeer nadrukkelijk geloof. Voor de ander is het wat meer socialer. Nou, dat is een grote mix van gevoelens. Nou, dat mag ook. Donderdag vindt er een herdenking plaats. In het gemeentehuis en Kerkenbuske in Helden is er gelegenheid om het condoleancesregister te tekenen. Jannik Joosten uit Panningen is uitgekozen tot uitblinker van het Cita Verde College. Hij is dit jaar de mbo-leerling die zich, volgens de docenten, het meest heeft onderscheiden in zijn studieloopbaan. Ze hebben mij voorgedragen vanwege mijn stages die ik heb gelopen bij Verde, bij Thomassen Interieurs en bij Masterlight. En omdat de prestaties die waren goed en omdat ik toch een bepaalde inzet toonde en iets heb met het vak waar ik in bezig ben. Ja, ik moet zeggen dat ik me wel vereerd voelde dat ik uitblinker van Cita Verde ben geworden, om het zo te zeggen. En nu meedoe aan de competitie Uitblinker Nederland. Samen met zo'n 47 anderen denkt de 20-jarige student mee naar deze titel. Het afgelopen schooljaar rondde Jannik de opleiding interieur en vormgeving af. Ja, gewoon het creatief bezig zijn, dat vind ik gewoon fantastisch. Ik laat me eigenlijk inspireren door alles, natuur, vormen. En ik ontwerp graag interieurs, verlichting, stoelen, gebouwen. Als designer werkt Jannik aan verschillende projecten. Eén daarvan is een leefbaarheidsproject voor een park in Panningen. Via een wijkinitiatief is hij benaderd om iets te bedenken om de buurt bij het Saalbergenplatsoen te verfraaien. Hij bedacht een zitgroep van polyesterstoelen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Polycel hier in Panningen, die dan deze stoel zouden gaan produceren. De stoel hebben we samen de mal samengesteld en is die in productie gebracht. In de zit-elementen die hufterproof zijn, komt een lichtelement wat mensen via een app op tablet of smartphone kunnen laten verkleuren. De licht trekt mensen ook weer aan en ook ronde vormen. Dus het is ook echt de bedoeling dat er mensen bij elkaar komen en er ook gaan zitten, een praatje gaan maken. Want ze komen ook zo in een zitgroep te staan. Naast de 3 zitobjecten komen er ook 3 sporttoestellen die op Burendag eind september worden geplaatst. Tot oktober kan men op Jannik Joosten stemmen voor de titel Uitblinker van het MBO op www.ditismbo.nl. Uit de 10 MBO'ers met de meeste stemmen kiest een jury een winnaar. Ondertussen zit Jannik niet stil. Hij werkt momenteel aan verschillende projecten. En na de zomer start hij met de opleiding architectuur. Het SIF-complex in Panningen wordt mogelijk vanaf komende winter deels verwarmd met restwarmte, afkomstig van de tegenovergelegen bruinzeelfabriek. Dat is het resultaat van een gezamenlijk plan van SIF, Bruinzeel Storage Systems en de gemeente. De gemeente en aannemersbedrijf Jonge Venlo stellen hiervoor de oude luchtbehandelingsinstallatie van het voormalige gemeentehuis ter beschikking. Woensdag werd de luchtbehandelingsinstallatie van het gemeentehuis overgebracht naar de SIF-fabriek. De installatie kan niet hergebruikt worden in het verbouwde huis van de gemeente. Met het initiatief van Bruinzeel en SIF krijgt de installatie nu een tweede leven. De warmte die ontstaat bij de productie in de Bruinzeelfabriek kan worden gebruikt in de energievoorziening van de fabriek, maar ook in het SIF.
Het SIF-gebouw wordt op dit moment gerenoveerd. Ambtenaren van de gemeente Peelermaas hebben er een intrek genomen vanwege de verbouwing van het gemeentehuis. Ook onderwijskoepel Prisma en energiecoöperatie Peel Energie hebben belangstelling getoond om zich in het SIF te vestigen. Peter Fleuren wordt per 1 september de nieuwe algemeen directeur van NLW Groep, de organisatie die de wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeente Peelermaas, Horst aan de Maas en Venraai. Hij gaat een sleutelrol vervullen in het versterken van de commerciële slagkracht en in de transitie van de NLW Groep. Peter Fleuren is bekend met de sociale werkvoorziening. Hij heeft als oud-wethouder met de portefeuille economische zaken van de voormalige gemeente Helden en de gemeente Peelermaas te maken gehad voor de verbinding tussen bedrijfsleven en NLW Groep. Fleuren heeft in de voormalige gemeente Helden gedurende 4 jaar ook de portefeuille sociale zaken beheerd. De verwachting dat de opbrengst van de gezamenlijke goede doelencollecte in Kessel en Kessellijk omhoog zou gaan, is niet uitgekomen. In totaal werd er €500 minder opgehaald. Vorig jaar was de opbrengst van de eerste gezamenlijke collecte €12.720. Dit jaar was de opbrengst zo'n €12.200. De opbrengst per envelop varieerde van 0 tot €200. In totaal namen 13 goede doelen deel aan de collecte. Met temperaturen tussen de 30 en 34 graden is vrijdag de fietsvierdaagse De Peel afgesloten. De organisatie adviseerde de fietsers veel te drinken en de schaduw op te zoeken. We hebben ze constant gewaarschuwd, hebben we gisteren al gedaan. Neem op dit de flesje water mee. Ga op het titje even van de fiets af. Zitten we even in de schaduw. Dus die maatregel hebben we genomen, dus door de mensen zoveel mogelijk te waarschuwen. De deelnemers volgden de adviezen goed op en troffen ook eigen maatregelen. Goed instrieken en veel water drinken. We hebben gezorgd dat we genoeg drinken bij ons hebben, dus dat is wel het belangrijkste. En we de verderheid onderwegen zijn zat te krijgen, dus we stoppen wel dan. De routes op de laatste dag trokken door Peel en Maas. Er kon gekozen worden uit routes van 30, 45 en 60 kilometer. Hoeveelste keer doet je mee? De 6e keer. En we zijn al 81, dus. En ook vandaag met het warme weer? Ook, daar weten we niks van af. Dat kunnen we goed tegen. Fietsvierdaagse, dus 4 dagen plezier en oude hoeren. Want nergens heb ik gewoon geen keel, maar ever. Ik doe een keer wat zanneke en de mensen voor de gek houden. En daar ben ik eigenlijk van geknipt. En tussendoor even het verkeer regelen? Ja, dat doen we ook nog erbij. Maar dat moet, want het is een druk punt. En als er 1200 man komen, dan zijn fietsers bij die kieken niks aan. Ook niet jullie in jeugd, er zijn ook oudere mensen die niks aankijken. Maar er zijn nog geen ongelukken gebeurd en de EHBO is rustig, dus het gaat hartstikke goed. Ondanks de warmte is de fietsvierdaagse rustig en zonder problemen verlopen. Er deden dit jaar iets meer deelnemers dan in 2013 mee. Ik denk dat we iets hoger zitten als vorig jaar. Dus dat wil dus zeggen dat we rond de 4.500 deze week hier gestart zijn. Wij zijn met 5 zusters, aangetrouwd. Wij zijn allemaal aangetrouwd en aangedouwd. Maar ja, maar we zijn met 10 man. Dus. Een gezellige groep. Als het goed is wel, ja, dat moeten we nog even wachten. Maar daar gaan we wel vanuit, ja. En met enthousiasme en energie stapte ook deze groep op de fiets. Volgend jaar vindt de 40ste editie van de Fietsvierdaagse plaats. Tot volgend jaar! En tot zover PNM Actueel voor deze week. Heeft u een nieuwstip voor de redactie? Mail naar redactie@peelmaas.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.